De sultan. De sultan Shahriar is overtuigd van de valsheid van vrouwen. Nadat hij 2 keer is bedrogen door een geliefde. Hij zweert dat hij alle vrouwen die met hem het bed delen, om zal brengen na de eerste naam. Scheherazade is de Persische dochter van de grootvizier. En zij kan het vermoorden van zoveel onschuldig jonge vrouwen niet langer aanzien. En vraagt aan haar vader om haar als bruid te schenken aan Shahriar, de sultan. De grootvizier. Wat voor onzalig plan is ze bedacht? En hij probeert haar, zijn dochter van dat plan af te brengen. Maar Scheherazade staat erop om de nacht met Shahriar door te brengen. Ze heeft een plan. En na het consumeren van het huwelijk begint zij een verhaal te vertellen. En als het tijdstip aanbreekt waarop zij eigenlijk ter dood gebracht moet worden, is het verhaal nog niet af. En Shahriar wil eigenlijk wel erg graag weten hoe het afloopt. Scheherazade krijgt een dag respijt. De volgende nacht maakt zij het verhaal af. Maar begint direct aan een nog mooier en nog spannender verhaal. Uiteraard is dat verhaal ook nog niet afgelopen als de dag weer aanbreekt. Zo gaat dat uiteindelijk 1001 nachten door. En na die tijd is Shahriar van zijn waanzin genezen. En hij en Scheherazade leven nog lang en gelukkig. Rimsky-Korsakov koos ervoor om deze muzikale vertelling van 1001 nacht te beginnen met Sindbad de Zeeman en zijn 7 reizen. Als u goed luistert in het orkest, dan hoort u het gebrom van de sultan. En daartussendoor de lichte tonen van Scheherazade.
Lord of the Rings. Wie kent onderhand niet de Lord of the Rings in de ban van de ring? Een fantasywerk geschreven door professor J.R. Tolkien. Het werd in fase geschreven tussen 1937 en 1949, waarvan veel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen probeerden nadien de rechten te krijgen om dit boek te verfilmen. Zelfs de Beatles deden een poging hiertoe. John Lennon zag zichzelf wel als Gollum. Paul McCartney wilde wel Frodo spelen. George Harrison de tovenaar Gandalf. En Ringo Starr de rol van tuinman Sam. Helaas wees Stanley Kubrick het voorstel af om dit project uit te voeren. En Tolkien liet zich niet verleiden tot dit idee. En die zag meer in een animatiefilm van zijn boeken. In 2003 lukt het Peter Jackson om de rechten te krijgen voor de verfilming ervan. 3 fantastische films, van elk een lengte van ongeveer 3 uur of langer. De Nederlandse componist Johan de Meij componeert in 1988 zijn symfonie voor harmonieorkest, Lord of the Rings. Dat is zo direct horen. En dan het vijfde gedeelte, Hobbits, genaamd. Heel kort, Frodo heeft zijn avontuur nauwelijks overleefd. Hij heeft een diepe wond door het Morgulzwaard, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Morgulzwaard van Nazgûl. Zijn linkerwijsvinger is afgebeten door Gollum. En gelukkig is de gevaarlijke ring vernietigd. En dood en doodmoe komt Frodo weer aan in zijn geboortestreek. Gauw, samen met zijn vrienden, waar de helden worden geëerd. Luister maar naar de danstekst die het orkest zal spelen. Lang zal Frodo echter niet genieten van zijn overwinning. Om genezing en mentale rust te vinden, vertrekt hij tenslotte op een wit schip met de oude tovenaar Gandalf, Elrond en Galadriel naar de grijze havens, naar het verre, verre groene land.